Hij wordt echt bijzonder mooi, vind ik. Nou, lieve vrienden, dit is die bouwput hier achter die schotten. Hij wordt echt bijzonder mooi, vind ik. Ik vind die donkere randen bij de ramen niet mooi. Maar ja, wie ben ik, hè? Hij lijkt een beetje op het oude station. Ik kan me dit station niet herinneren, maar... Hij wordt heel erg mooi.
Ja, en we hebben een witte streep gekregen. Wat ik dus tegen Tamara al vertelde. Nou, dat is niet leuk te benoemen. Maar ja. Nou ja, we zien het wel als die klaar is. En dat het weer bezet wordt met winkels, etc. Ja. We zullen het beleven wat erin komt. En ik zeg tot straks. Ik moet boodschappen doen.
Zo, lieve vrienden, mijn camera staat dus nou weer niet goed. Moet ik dat weer even goed krijgen. Zo ongeveer. Ja, en nou, we zijn weer thuis. Ik heb de boodschappen ook al opgeruimd. En ik ga zo meteen nog een bakje koffie maken. Met uiteraard een bounty erbij. Ja, 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 ja. En het was even leuk, hè, bij het paardje van Rebecca. Oftewel, hoe heette die nou? Ik hoor het net nog. Logan? Nou ja, zoiets. Oké, maakt niet uit. Maar het is behoorlijk warmpjes geworden in die tussentijd. Ja, dat... Ik heb de tuindeur voor het eerst nou echt open staan. Helemaal wagenwijd rijk. Die vliegt in en uit. Die is helemaal door het dol af en toe. Eeuwen die zit bij de deur te koekeloeren van wat hebben we nou? Hé, meisje? En waar is Rijka nou? Ik zag haar net nog lopen. Ligt ze in de tuin te zonnebaden? Hé, ligt ze in de tuin te zonnebaden? Ja! Ik zie haar. Hé, meisje? Rijka? Hallo, meisje? Lekker heen, het zonnetje. Ja, dat wordt genieten, lieve vrienden. Echt waar. Maar ik heb een heleboel te doen. Ik heb ook veel te doen. Ja, ik heb zoveel filmpjes nou op mijn computer staan. Dat wil je niet weten. Dat deze, dat duurt nog een paar weken. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik ga zo meteen eerst een bak koffie doen. Ik moet de eieren nog opruimen. Want normaal heb ik altijd zo'n tray van 20 geloof ik. Dat we erop zitten, of 30. Ja, die zijn hartstikke duur. Normaal zijn ze 2 nog wat. Ze zijn over de 3 euro. Nou, ik heb nu een doosje van 10. En... Wat is dat? Oh, dat is houdbaar tof. Maar in ieder geval, die waren 1,69. Ik denk, nou, dan neem ik dat mee. Dan heb ik toch eitjes. Ja, toch? Die zal ik zo meteen opruimen. En uiteraard... Corona. Lekker, lekker, lekker. Dat is toch lekker nuttiger. Haha. Ja. Ja, wat maakt me niet uit. Je leeft maar één keer en daar moet je van genieten. Ja, toch? Ja. Voordat je het weet, dan word je naar huis toe gehaald. En dat wil ik nog niet. Nee, en het is niet maandag, het is dinsdag de 19e. Ja, correct. Ja, dat is dat ouderwetse dingetje, weet je wel, dat ik de vorige keer liet zien. Nog van mijn moedertje geweest. Ze stond nog op maandag. Nou, en morgen komt Rebecca weer. Maar dan mag ik het niet filmen, want dan doet ze haar werk. En van de baas mag dat niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet vooral verder van jullie middag. Het is reeds 14:24, dus bijna 2:30. En ik ga zo meteen ook even genieten van een bak koffie en een biertje in... Ik moet mijn buurvrouwtje even appen, want ik heb het leeg voor de kleine meid. Dus dat komt ook wel weer goed. Is toch leuk? Ja, komt allemaal wel weer in orde. Ik zou zeggen, geniet ze. Tot later.